Jan, de geboorte van een boek, een nieuw boek, een herwerkt boek, wat moet ik eigenlijk zeggen, want het is het tweede boek nu. Ja, het is een herdruk, maar anderzijds denk ik toch dat het boek volledig nieuw is. In die zin, toen de uitgeverij me vroeg om een tweede druk te brengen, ben ik gaan werken, heb ik onmiddellijk het idee geopperd om met enkele auteurs aan de slag te gaan, onder andere Werner Hels en Jean-Pierre Neert. En we zijn dan aan de slag gegaan en dan uiteindelijk van een herdrukte versie kwam aan een basisexemplaar van 800 pagina's. Iets te veel voor een gewone herdrukte versie. En dat zijn we dan gaan herbekijken en dan uiteindelijk ben ik met het voorstel gekomen om er toch een nieuw boek van te maken. Heb ik dat ook voorgesteld aan de uitgeverij. De uitgeverij vond dat een goed idee en dan zijn we verder gegaan en op die manier is het nieuwe boek tot stand gekomen. Waarom met drie? Hebben jullie elk jullie specifieke eigenschap? Ja, absoluut. Werner Helse is iemand die in de trainingsleer een stuk verder staat dan ikzelf. Jean-Pierre Meert is iemand die in de voetbalfysiologie een stuk verder staat dan ikzelf. Ik denk dat ik heel praktijkgebonden ben. Ik sta al 20 jaar op het veld. Dus ik weet heel goed hoe ik de wetenschap naar de praktijk toe kan vertalen. Maar het zijn niet alleen Werner, Jean-Pierre en ik die geschreven hebben. Onder andere ook Dave Tenney, Kenny McMillan. Dat zijn enkele grote namen uit de internationale voetbalwereld. Die beslist hebben om mee te werken en die ook hun bijdrage geleverd hebben aan het boek.